Ik ben vandaag in Twente en ik sta aan de oevers van het Overijsselskanaal. En dan heb je in Nederland natuurlijk gigantisch veel schitterende watertjes, waar je vaak heel dicht bij huis een leuk visje kan vangen. Nou, het Overijsselskanaal waar ik sta, ligt in de buurt van Vroomshoop. En ik ga met Allard Snippen van Hengelsport Snippen vandaag aan de slag om eens te kijken hoe je nou in dit soort watertjes met de feeder een visje kan vangen. Nou, Allard is al druk bezig. Voelplek is opgebouwd. Eerste korven van het water in. Je ziet wel, hij vist tegen die lisdodders aan. En daarom is dit ook zo mooi hier. Als je zo eens kijkt naar het Overijsselskanaal, begint bij Almelo, loopt richting Raalte en slingert door dorp als Vroomshoop en allerlei andere plaatsjes heen. Mooie rietkragen. Metertje of 20 breed. Ik denk 1,5 meter diep in het midden. Nou, we gaan eerst die korf maar eens vullen. 20 grams korfje. Korf gevuld. Beaasde haak. Papiertjes erop. Of een pomade. En dan kan die weer. Nee. Blijf ik toch even meekijken zo. Hopen dat ik niet gehaakt word. Krijg je gewoon live beelden van de voorstek. Daar wordt er gevist, die zit er wel. Hengel afsteunen. Soepel topje. Het is toch allemaal licht vissen hier. En dan is het weer een kwestie van wachten. Kijk, dat er in het Overijsselskanaal vis zit, dat blijkt wel. Want we zijn nog niet eens zo lang bezig. Ik draai hem even, volgens mij een klein platje. Een blikje. Een blik zelfs. Klein piertje aan de haak. Niet te ver wegvissen. En scheppen die handel. Zoals Leo zou zeggen. Hebben die kip. Vis wordt onthaakt. Vis is onthaakt inmiddels. Kijk eens even. Pracht van een blik. En die kan weer terug naar zijn vrienden. En daar gaat hij weer. Kijk, ik ben nog maar net beneden en die top die staat weer krom en volgens mij is dit iets meer dan een blik. Ook weer een mooi blikje toch? Nou, ik ben er net 5 minuten. De eerste 2 vissen zijn al binnen. Hoog tijd om eens met Allard in gesprek te gaan om eens te kijken hoe die nou vis vangt op dat Overijsselskanaal. Nou Allard, de eerste vissen zijn gevangen, onthaakt en weer teruggezet. De korf ligt weer in het water met een beaasde haak. Ik ben natuurlijk altijd ontzettend benieuwd waarom jij nou aan het Overijsselskanaal gaat vissen. Wat is hier nou zo leuk aan? Het leukste hier is dat je gewoon alles kunt vangen. Alle soorten vis kun je hier vangen. En het is simpel. Oké, en als je nou praat over het materiaal dat je gebruikt, wat voor feederengel moet je nou meenemen in dit soort water? Een feederengeltje van ongeveer 3 meter tot 340 tot 40 gram is voldoende. Oké, en wat voor lijn doe je daar dan op? Een lijn dikte 23/100ste. Een hoofdlijn neem ik aan? De hoofdlijn is 23/100ste, ja. Okay. En de onderlijn van 14/100ste. Oké, en een klein blokkorfje neem ik aan? Ja, een gaaskorfje. Ja. Van hoeveel gram? 20 gram. 20 gram korf? Ja. En als je praat over onderlijntjes, hoe lang zijn je onderlijnen nou? 75 centimeter. En het is genoeg voor dit water? Ja, ja. En dan haak je 18 eraan of zo? Haak je 14. Haak je 14? Ja, ik heb nu haak je 14. Ja. Ja, okay. Ja. Een beetje voor de grotere vis. Wat voor lokvoer gebruik je vandaag nou? Ik gebruik een mix van Everzet, superbrazen, 50% en 50% skimmer. En een deel leem en additieven karamel. Oké, en maak je dat nou klaar aan de waterkant of heb je dat thuis al gedaan? Thuis maak ik de voer maak ik thuis, nat. En aan de waterkant doe ik de additieven en het leer erdoor. Ja, dus je maakt het in feite aan de waterkant af? Ja, aan de waterkant afmaken, ja. Als je nou zo'n dag begint te vissen, Allard, hoe begin je dan? Je hebt je voer gereed gemaakt, je hebt net uitgelegd wat je dan gebruikt. Hoeveel korven breng je nou bijvoorbeeld? In het begin breng ik ongeveer 6 korven, zonder onderleen. Gewoon 6 korven voorvoeren. En daarna doe ik de onderleen eraan en dan ongeveer plus minus tussen de 3 en 5 minuten opnieuw. Oké, en als je nou begint te vissen, begin je dan met een bepaald aas of hangt het er maar net vanaf waar je op wil gaan vissen? Ik begin normaal met pieren. Gewoon om gelijk te kijken of dat een dikke vis zit? Ja. En als het niet wil, dan ga jij je proeven van alles. Dat is toch zoeken geblazen? Ja, dat is altijd zoeken. 9 van de 10 keer? Ja. Terwijl Arnold nog druk bezig is om nog wat visjes te vangen, kan ik natuurlijk mooi van de gelegenheid gebruik maken om eens in zijn aaskist te kijken. En dan zie je dat er heeft staan kasters, wat maden, ik zie wat dode maden. Pinkies, een bakje piertjes, wat mais,
wat knipwormen met een schaar natuurlijk. En natuurlijk nog wat voer. En uiteraard een voorraadje korven, zodat je wat keus hebt. Mocht het wat harder gaan stromen. Dat kan hier af en toe ook nog wel eens aardig stromen. Het stroomt sowieso op dit moment naar de rechtse kant. En de rechtse kant is richting Raalte, zal ik maar zeggen. Nou weet natuurlijk iedereen dat als het een beetje geregend heeft, dan wil het ook nog wel eens wat harder gaan stromen dan dat het vandaag doet. Dus hou er rekening mee dat als je hier naartoe komt, dat je ook wat zwaardere korven mee gaat nemen. Zeker als het een paar dagen daarvoor flink geregend heeft. Het is natuurlijk niet alleen maar grote vis die je hier vangt. Er komt af en toe ook nog wel wat kleins binnen. Zo komt er nu een baarsje binnen. Dus eigenlijk allerlei soorten vis die je eigenlijk maar voor kan stellen, die kun je hier wel vangen. We gaan dus zo eens kijken wat er nou in het leefnet zit en wat voor vis er in 2 uurtjes tijd op zo'n Overijsselse kanaal te vangen is. Want Allard ondertussen de vis onthaken. Die gaat bij zijn vrienden en dan gaan we zo gewoon eens kijken wat je nou kunt vangen in 2 uurtjes Overijsselse kanaal. 2 uur vissen en kijk eens wat de vangst is. Ik zie een paar mooie baarzen, wat blieken, kleine baarsjes, wat schele posjes. En ik meen ook een zonnebaarsje te hebben gezien, maar die zie ik zo 1, 2, 3 er niet tussen zitten. Dus laten we die gewoon zomaar zitten. Dan kunnen deze in principe terug, Allard. Ja. We hebben toch in 2 uurtjes tijd een leuk netje vis gevangen, toch? Ja, zeker weer. Kijk, en daar gaan ze weer. Allemaal gezond en wel. En alles gaat weer terug. 2 uurtjes vissen over IJsselskanaal. Moet je nou toch eens kijken wat een ongelooflijk fantastisch viswatertje dit is. Stel nou dat ik een sportvisser ben en ik wil meer informatie hebben over het Overijsselskanaal. Ik heb begrepen dat jij samen met je neef een hengelsportzaak hebt. Ja. Hoe heet die hengelsportzaak en waar kunnen we die vinden? Snip Hengelsport. En die kun je vinden in Westerhaar aan de Hoofdweg 86. Nou, de spullen zijn weer ingepakt. Kaplaarzen zijn weer weg. Het was zo een leuk ochtendje vissen aan het Overijsselskanaal. Met al het snippen van Hengelsport Snippen. En ik hoop dat je er wat aan hebt gehad. Want dit soort slootjes en kanaaltjes vind je eigenlijk in heel Nederland. Nou, als jij nou eens hier in de buurt bent of je wil gezellig eens een hengeltje uit gaan gooien in het Overijsselskanaal. Of een van die watertjes hier in de buurt. En je hebt meer informatie nodig. Stap dan gewoon Hengelsport Snippen eens binnen. Die kunnen je overal mee helpen. Mijn tijd zit er weer op hier. Ik ga weer verder. En wij zien elkaar vast binnenkort wel weer eens ergens aan de waterkant.